Alle luidsprekers zoals ze hier boven ons hangen, die geven elk een individuele toon. En die tonen die hebben een relatie met de ruimte zelf. Zoals bekend is, elke ruimte, hoe klein of hoe groot dan ook, heeft een resonantiefrequentie. Dus zeg maar een klank die net harder klinkt dan andere klanken, het zogenaamde badkamereffect. Als je als publiek binnengaat, dan komen de luidsprekers of komt de desbetreffende luidspreker waar je dan recht onder staat, die komt dan omlaag. En dan verandert die respectievelijke toon die dan door die luidspreker weergegeven wordt in de allerhoogste positie. Die verdwijnt dan langzaam tijdens het zakken en gaat dan over in een klank. En die klanken die zijn opgenomen in het private en in het openbare domein en alles wat daartussen zit. En dat zijn bars, dat zijn werkplaatsen, winkels, bibliotheken, straatopnames, erf, stal, bed and breakfast hier. Tegenover, er zijn verschillende plekken zijn er opnamen gemaakt en die worden als het ware uit hun oorspronkelijke context getild en weer opnieuw in een nieuwe context gebracht binnen proximity effect. Eigenlijk heb ik 15 composities gemaakt, voor elk van de luidspreker één. De interactiviteit van de mensen die bezoeken, die zorgen ervoor dat er steeds andere patronen van klanken samen gaan klinken op het moment dat de luidsprekers beneden zijn. En die combinaties die verschuiven ook nog, die leveren vaak ook nog nieuwe informatie op. Dus de installatie maakt ook nog zijn eigen verhaal.